Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. We hebben vannacht feest hier gehad. Liam die had gisteren al alles ondergekotst bij Sonja. En vandaag heeft hij zijn hele bed, of vannacht heeft hij zijn hele bed ondergekotst. Hij heeft nu wel al wat binnen. Het blijft tot nu toe binnen. Hij is wat aardappeltjes aan het eten. Aardappels, kom om mij dan. Dat is hij aan het eten. Ik hou hem in de gaten. We zien het wel. Hij heeft aan dat hij het wil. Dus dan, ik kan moeilijk zeggen nee. Arbeid is ook niet zo heel zwaar, dus we gaan het gewoon zien hoe het loopt. Sammy is ook arbeidjes aan het eten. Jordi heb ik naar school gebracht. Niels had me gelukkig nog even geholpen, want dat kon gelukkig. Dus ja, dat. Ik weet niet hoe deze hele vlog eruit gaat zien. Maar ik zit in ieder geval met een ziek kind. Wat hij precies heeft. Misschien iets verkeerds gegeten. Buikgriep? Ik weet het niet. Ik heb even een beetje make-up opgedaan. Ik had potloden gekocht. Ik denk proberen. Dus vandaar dat jullie me zo zien. Als jullie me morgen als panda zien, dan snappen jullie ook waarom. Maar goed. Sam, die ligt te slapen. Liam is op de bank in slaap gevallen. En ik ben hier gewoon wat dingetjes aan het doen. Ik ben er met avondeten bezig, dat soort dingen. Totdat ik Jordi moet gaan halen. Dus dat is wat ik aan het doen ben. Liam die voelt zich eigenlijk niet lekker, dus ik weet niet wat ik ga vloggen. Vandaar. Een hele goede morgen. Welkom bij de Panda Club. Lala. Sam die heeft vannacht flink gespookt. En ik kon op een gegeven moment niet meer. Toen heeft Niels het overgenomen. Het lijkt nu weer prima te zijn. Maar hij had vogel en koorts, alles wat je maar kon wensen. Waarom, weet niemand. Liam en Jordi hebben wel geslapen daarentegen. Maar die slapen nu nog. Dus Niels gaat ze nu even wakker maken. Ik word zo gebeld door de fysio om even te overleggen. Ze is verkouden. Maar ja, ik heb hier natuurlijk Pietje... Weet niet wat hij heeft. En die andere die enigszins buikgriepachtige klachten heeft. Dus ik zei ook al, ik zei, dan is dat niet helemaal verstandig. Ik zei, want Jordi heeft nu nog nergens last van. Laten we dat even zo houden. En zij gaat volgende week ook op vakantie. Dus als zij iets vanuit hier mee naar haar neemt, kan ze eigenlijk niet op vakantie. Dat is ook niet de bedoeling. Dus heeft helemaal niks met corona of wat dan ook te maken. Niet dat jullie dat denken. Het heeft er echt mee te maken dat ik niet wil dat haar vakantie verziekt wordt. En dat ik niet wil dat, ja, dat we echt ziek worden hier. Hè? Ja. Dus, dat dus. Ik kan het niet beter verwoorden dan dit. Ik ga heel eventjes mijn eigen aankleden. En zorgen dat de jongens flesjes hebben. En dan gaan we het wel weer zien hoe dat loopt. Nou, het was wat. Ik had even paniek net. Want ik was de etjes vergeten. Dus ik heb mijn vriezer in. Ik had nog etjes, maar worteltjes. Dus dan eten we dat. Want ik maak vandaag pilaf. En die pilaf betekent met perzik. Je kan er van alles in pleuren. Maar ik doe er ook altijd normaal etjes in. Maar nu komen de etjes maar worteltjes in. Ook goed. Prima. Hoef ik niet meer naar de... Dat dus. Hoef ik niet meer naar de winkel, mensen. Maar... Ik heb nog een tip van Flip. Ik ga jullie eventjes meenemen. Ik heb namelijk nu Sam aan een schimmeltje zitten. Dus ik ga jullie even meenemen hoe dat ik dat behandel. Het is misschien wel makkelijk en fijn om deze tip... Oh. Het is misschien wel makkelijk en fijn om deze tip te hebben. Nou, wat ik altijd in huis heb als er een kind van mij een schimmeltje heeft. Dat is... Sowieso handschoenen, want als ik de luier verschoon, gebruik ik handschoenen. Want ik ga niet met mijn eigen vingers er dan aan zitten. Want stel dat er iets gebeurt en ik moet snel zijn. En ik vergeet toevallig mijn handen een keer te wassen. Komt vrijwel niet voor. Maar toch, ik vind het belangrijk om hygiënisch te werken met de kinderen. Ik heb, deze haal je bij de kruidvat. Dit zijn washandjes. Die zijn gewoon droog. Die maak ik altijd nat. Die heb ik er dan altijd standaard een hele stapel liggen.
En daar maak ik dan ook gewoon alles mee schoon. Dan heb ik dit. Miconazolnitraat. Dat is een schimmelcreme. Laten we het daarop houden. En ik heb nou even een nieuwe gehaald. Zinkolie. En dat is eigenlijk in principe een een soort van pasta. Dus wat ik dan doe is, ik heb ook een soort van zinkzalf. Dat heb ik ook. Maar over het algemeen wat ik dan doe is, ik smeer dit erop. En dan smeer ik daarna deze eroverheen. Zodat het een beetje erin komt te zitten. Omdat kindjes plassen natuurlijk in hun luier. En het moet een beetje goed werken, laten we het zo zeggen. Het is niet zo dat ik het 20.000 keer op een dag moet gaan smeren, want dat is gewoon niet goed voor de huid niet. Dan werkt de zalf gewoon niet en je bent gewoon veel en veel langer bezig. En dat is wat ik doe, maar dit is een soort van pasta. En die pasta die moet er natuurlijk af, maar dat moet je met zoete olie doen. Daar kun je dan een archaïde olie voor gebruiken, maar wat ik daar dus voor gebruik is deze. Gewoon rijke huidolie van de Zwitserland. Doe je op een washandje, die ik dus van de kruidvat mee heb. Doe ik dat er wat op, haal ik het eraf. Doe ik het na met een natte washand. En dan is het schoon en behandel ik het weer opnieuw. En vaak is het zo dat als de zinkolie erop zit, dan hoef je het maar deppend schoon te maken, omdat daaronder die schimmelcreme nog zit. Dus tip van Flip. Misschien is het makkelijk om te weten. Meestal ben ik er met een goede anderhalve week zijn we van de schimmel wel af. Mits je er op tijd bij bent natuurlijk. Maar het moet zich wel echt openbaren als een schimmeltje. Want als je schimmelcreme gaat smeren niet op een schimmel, dan heeft dat natuurlijk helemaal geen nut. Dus ik herken een schimmel uit duizenden omdat Jordi die zo vaak gehad heeft. Dus ik hoef daar niet eens voor naar de huisarts. Als de huisarts mij ziet en ik zeg tegen hem, ik denk dat hij een schimmel heeft, dan zegt hij ja, klopt. Hoef niet eens te kijken. Dus vandaar. Hier is het gewoon zo dat ik ze gewoon herken uit duizenden. Liam heeft de laatste al eentje gehad en nou is Sam aan de beurt. En nee, ze zitten niet gelinkt aan elkaar. Ze hebben gewoon een zwaar verminderde weerstand momenteel. Plus Sam is bezig met zijn tandjes. Liam is bezig met zijn kiezen, de achterste kiezen. En momenteel heeft hij ook gewoon een buikgriepje te pakken of wat dan ook. Zijn kont is wel kapot. Dus daar gebruik ik dan weer deze voor. Gewoon puur en alleen om te behandelen. Overdag gebruik ik gewoon de zinkzalf. Je kan er een pseudocreme of wat dan ook voor gebruiken. En dan 's nachts gebruik ik deze. Dat als hij poept of wat dan ook, dat het niet gelijk in zijn billetjes trekt. Dus dat is wat ik doe. Dit doe ik bij Jordi, dit doe ik bij Liam, dit doe ik bij Sam. Dit doe ik eigenlijk bij alle drie. En bij alle drie, gelukkig, werkt het. Trouwens, met de schimmel moet je wel altijd de tijd nemen, zodat het uiteindelijk weg is. Dat moet zowel bij een meisje als bij een jongen. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. En ja, het makkelijkste zou zijn gewoon een blote grond. Alleen hier in huis is dat een beetje lastig, want ik heb natuurlijk een hond. En Liam is nu aan de diuretes. En Sam die poept en plast waar hij staat, dus dat heeft geen nut. Van de zomer wel, kunnen ze lekker buiten op de blote grond. De kindjes liggen inmiddels al op bed. Ik heb de zoveelste luier die ik nou aan het verschonen ben geweest. Ik heb net wel al even gegeten. Nou ja, hè? Als ze aan de scheiterietes zijn, dan zijn ze niet aan iets anders. Gelukkig weet ik hoe ik het niet aan moet raken, maar ik was toch altijd even aan de handen, want dat vind ik wel zo prettig. Ik heb nu wel weer genoeg luiers gezien, maar goed. Liam die heeft dus niet geslapen. Daar ben ik de hele tijd mee bezig geweest. Sam die heeft wel geslapen, maar niet volledig. Die had weer ergens last van. Ik weet echt niet waar hij last van heeft. Ik denk gewoon dat hij zich gewoon niet lekker voelt. Of ik weet het niet. Jordi hebben we opgehaald met een hoopje zeur onderweg. Maar voor de rest zijn ze nu lekker aan het drinken. Krijgen ze daar even iets lekkers. En dan tegen 5:00
is weer eten, et cetera. Dus ja, dat. Ik heb mijn eten al klaar, of ja, ons eten heb ik al klaar voor straks. We eten pilaf. En pilaf moet je eigenlijk, kun je eigenlijk alles in doen. Het is met perzik. Dat is het. Dat zullen we eten. Daar eet je rijst bij. Volgens mij kun je er ook macaroni bij eten. Maar ik vind het lekkerst om de rijst bij te eten. Dus dat is wat we eten. En dansen. Hij zit even lekker in zijn eigen habitat. Heeft hij echt even nodig. Ik merk het ook gewoon aan hem. Sammy is... ik weet niet wat hij aan het doen is. En doen! Gek aan doen, denk ik. Kind is gek. Dat is. En daar zit onze Liam. Overigens is hij nog steeds wakker. Hij heeft nog niet geslapen. Dus ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren. Ga er weer op klimmen. Ga je weer klimmen? Nou, een handje geven dan. Doe mama helpen. Ja, kom maar. Goed zo. Kom hier gewoon bij mama. Ja, kom maar. Ja, goed zo. Oh. Kom hier gewoon bij mama knuffelen. Hi. Ja, ga je daar zitten? Oké. Nee? Oh, oké. Doei. Nou, ik maak het weer mee hoor. Niels was nog niet thuis. De kindjes hadden al gegeten. Nou, ik... was bezig met Jordi te verschonen en pyjama aan te doen. Liam had ik net al helemaal klaar. Sam was de bedoeling dat hij de douche in ging. Dus ik had dat tegen Niels gezegd. Ik had hem opgebeld. Zeg dadelijk gelijk als je thuis komt even Sam de douche in doen. Want ja, dat kind hoort gewoon even de douche in even te luchten met zijn overheerlijke balletjes. Die beschimmeld zijn. En ik heb nou een beeld, maar dat is niet dat beeld. Nou, dus ik was ermee bezig en vervolgens hoor ik Liam. En hij kitst alles onder. Mijn heerlijke pilaf lag op de bank. Ja. Dus ik heb dat allemaal opgeruimd en alles. En toen kwam Niels op dat moment thuis. Dus ik heb gelijk Liam de douche in gedaan. Sam de douche in gedaan. Niels die heeft ze gedoucht. Toen... hebben we eigenlijk ervoor gezorgd dat de kindjes allemaal weer schoon waren. Heb ik de bank helemaal schoongemaakt. Ja, dan moeten we nog eten. Niels heeft net al wel wat pilaf op. Maar ik zeg tegen Niels ook, ik hoef geen pilaf meer. Ik heb hem net al hergekoud teruggevonden. Ik zeg, ik eet wel frietjes. Het is goed. Dus ik ben al frietjes aan het maken voor mezelf. Jordi is nog wakker. Maar Sam en Liam waren zo verschrikkelijk moe. Liam die heeft natuurlijk vanmiddag niet geslapen. En Sam die was vroeg wakker, dus we hebben ze in bed gelegd en als goed liggen ze nu te slapen. Lekker rustig. Wij gaan zo eten, opruimen en dan kleren klaarleggen voor morgen, brood smeren voor Jordi, voor Niels. En dan gaan we zorgen dat we op tijd naar bed gaan, want ik ben kapot. Een hele goede middag. Ik heb vanochtend niet gevlogd. Ik had het zo verschrikkelijk druk. Het zit namelijk zo. De kindjes hebben in principe vannacht wel oké geslapen. Sam die is vannacht wel 3 keer wakker geweest. Maar dat was niet het je van het om naar huis te schrijven. Maar vanochtend werden ze wakker. Liam die heeft ik denk wel 6-7 luiers volgescheten. Sam die heeft nog steeds last van zijn tandjes die bezig zijn. Hij heeft een schimmeltje, daar heeft hij last van. Ik heb Jordi naar school gebracht. Die wilde ook niet 1, 2, 3 meewerken. Dus ik heb het gewoon echt druk gehad. Daarna heel even gauw naar de winkel. Even een paar boodschapjes halen. Toen kwam ik thuis. Kindjes fruit gegeven. En mee bezig geweest. Op een gegeven moment om 11:30 waren de kindjes hartstikke moe. Toen heb ik ze naar bed gebracht.
En toen had ik eventjes mama tijd nodig. Dus dat. Nu ga ik taak de kindjes wakker maken. Ze zullen wel niet vrolijk en blij zijn. Maar ja, want we moeten daar Jordi weer ophalen. Dus ik zal jullie meenemen. Maar als het niet goed is, dan zie je niks in de vlog ervan. Hallo. Hi. Hallo. Je was een beetje aan het huilen, hè? Ja. Ben je ook wakker, schatje? Oh, je hebt weer gespuugd. Heb je nou gespuugd? Heb je een beetje gespuugd? Maar dan moet mama er dadelijk even verschonen, jongen. Waarschijnlijk is dat met hoesten gebeurd. Kan. Ik ga heel eventjes de huilers pakken en dan uit bed naar beneden en Jordi halen. Liam is weer wat vrolijker. Zit zelfs op het hobbelpaardje. Ik heb net eten gekookt. We zijn inmiddels alweer thuis een tijdje. Maar ik ben dit er bezig geweest met eten koken. Het is wel zo, dat moet ik echt zeggen. Nu Niels later thuis komt en zo, is het echt intensiever. Dat is echt zo. Maar ja, het is gewoon zoals het is. Vanavond ga ik ook weer live met Sonja. Vriendin van mij voor de bus van Kelly. Dus we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik ga nu eerst even de kinderen eten geven. Ik zal even laten zien wat ik heb gemaakt. Kippenworstje met een aardappeltje en broccoli. En wat Liam eet, dat gaan we wel zien. We zien het gewoon en anders dan eet hij niks. Ook goed. Een hele goede middag. Ja, alweer in de middag geopend. Liam is momenteel nog steeds ziek. Hij heeft geslapen, maar hij is alweer wakker. Hij wil ook niet meer slapen, hij is helemaal over de zeik. Dus dit is eigenlijk al de hele ochtend een beetje het geval. Jordi en Sam liggen wel op bed. Sam slaapt, Jordi is nog wakker, maar ik laat hem heel eventjes de drukte weg. Dat. Ik weet niet wat ik ga filmen vandaag. Het kind is ziek. Ik ben mama. Dat gaat voor alles. Meer doe ik ook niet. Ik ben met mijn huishouden bezig. Ik ben met mijn kinderen bezig. Dat is het eigenlijk momenteel. Dus niet boos worden als dit gewoon een doodzaaie vlog is. Die hebben we er ook bij. Dus als ik iets te filmen heb, dan kom ik. En anders dan zie je in het volgende fragment ook de vlog afsluiten. Ik heb toch even de dokter gebeld. We gaan nu naar de huisarts. Hij geeft ook aan dat hij oorpijn heeft. Ik weet het even niet meer als moeder zijnde. Ik heb alles geprobeerd, alles gedaan. Zijn poeperij is er nog steeds. Het lijkt ook niet te verbeteren. Dus eten wil hij absoluut niet meer. Drinken is ook een probleem aan het worden. Dus we gaan even naar de dokter. Net bij de huisarts geweest. En die dacht dat het of gewone diarree is of peuter, diarree. Dat heeft weer met de groei van de darmen te maken. En als je dan een virusje hebt, ben je gelijk de zaak.
Nou, waarschijnlijk hebben we dat dan, weet ik. Het oorontsteking heeft hij niet. Die zagen er gewoon perfect uit. Dus daar ben ik blij om. Wat hij dan weer dacht, dat hij de hele tijd daar aan zat, is dat kiesjes doorkomen. Nou ja, dat kan. Daar kun je ook last van hebben als kind zijnde. Dus ja, al met al, dat hij 2 broekmaten afgevallen was, dat was niet de bedoeling. Dus hij zei van, ga het proberen met appelsap gelengd met water. Dat werkt hetzelfde als de ORS, maar dan zonder zout. Hij zegt, die zout kun je vervangen door nibbitchipjes of wat dan ook. Dus dat. Dus ja, we gaan het gewoon even zien. We moeten sowieso even kijken hoe dat het allemaal loopt. Is hij nou na het weekend nog steeds hetzelfde? Moet ik even terugkomen en dan gaan ze even verder kijken. Dan zal ik waarschijnlijk ontlasting moeten inleveren of zo. Dus ja, dat. Ik ga even Joe vrij laten en dingen doen. Want ik ben echt aan vrij weinig dingen toegekomen. Nou, Liam is zo erg over de zeik geweest dat ik gewoon echt niet meer kon vloggen. Maar wat ik wel even wil vertellen is dat jij geslaagd bent voor een examen. Ja. Leg even uit wat voor een examen. VCA-vol. Dat heb je nodig als je voor aannemers en zo wil werken. Of voor bedrijven. Dus daarvoor is hij geslaagd. Gefeliciteerd. Ja. Had ik al gezegd, maar nog een keertje. Liam is dus nog steeds niet lekker. Sam is ook nog niet helemaal lekker, maar daar gaat het wel wat beter mee. Ja, we gaan deze upsilon afsluiten. Ik heb gepoetst hier. Niels die is dus later thuis gekomen. Die heeft daarna de kinderen een beetje overgenomen. Ja, alleen Jordi. Ja, en je bent nog even naar een verjaardag even geweest, wat moest. Mm-hmm. Dus ja, dat was het eigenlijk. Bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.